Hallo lieve schorpioen, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 7, 12 februari tot met 18 februari. Het is een algemene reading. Haal eruit wat je nodig hebt. Lieve schorpioen, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké, en dan zie ik eigenlijk dat het belangrijk is om weer even goed op energie te komen. Ik heb het gevoel dat je eigenlijk aan het leeglopen bent. Dat het weer misschien te veel wordt. Emoties door je heen. Niet wetende of je wel het juiste doet. Dus het is belangrijk om echt je rust te pakken om even weer energie op te laden. Je loopt een beetje vast in oude patronen en daar mag je dus nu echt doorheen gaan breken. Er is veel meer om je heen dan dat jij denkt, alleen op dit moment zie je het even niet. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Je loopt soms echt te veel vooruit op bepaalde zaken. Zaken die er niet eens zijn of dingen waar je je druk om maakt. Dus het is belangrijk, stap je terug en let goed op wat er bij jou komt. Want je ziet kansen soms over het hoofd. Omdat je al bezig bent met 10 stappen verder lopen, terwijl je eigenlijk pas bezig bent met stap 1. Ik zie dat het belangrijk is om even in je eigen energie te komen. Even goed weer in balans. Er komen nieuwe kansen voor je aan, waarin je successen kan bereiken. Dingen zijn goed voor jou. Waarin passie weer tot plooiing komt, maar ook echt vanuit je eigen gevoel. Maar wees ook echt eerlijk en oprecht naar jezelf. Want ik heb het idee dat je soms te veel dingen doet waar je niet altijd achter staat. Of dat je dingen onderneemt omdat je denkt dat het goed is, terwijl je eigenlijk weet, oh, dit voelt voor mij niet goed. Dus wees eerlijk voor jezelf, zodat je ook vanuit daar kan reageren. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen, naar een mooie boodschap voor jou. Een boodschap voor de schorpioen. Ik zie de uitdaging en ik ga ervoor. Nou, lieve schorpioen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken. En hou mijn Facebook en mijn website in de gaten, want er komen leuke workshops aan. Tot de volgende keer.